Like deze video sneller dan ik naar het potje toe teleporteer. En ik zal snel zijn, want het potje gaat nu beginnen. Mijn naam is Dutch Schuber en vandaag spelen wij Ontsnap aan het meisje met de rode jurk. Het meisje met de rode jurk is een echte Roblox-legende. Een Roblox-mythe over een meisje wat altijd aardig en vriendelijk was. Maar op een dag kreeg ze een rode jurk voor haar verjaardag. En die rode jurk heeft haar doen veranderen. Wat wij moeten doen, is wij moeten proberen om zoveel mogelijk kristallen kapot te maken. Wanneer wij alle kristallen kapot hebben gemaakt, dan hebben wij gewonnen van het meisje met de rode jurk. Krijgen wij het niet voor elkaar om de kristallen te slopen, dan hebben wij verloren. Dus wij hebben ongeveer 10 minuten om dit te doen, dus we hebben best wel even de tijd. Alleen moet ik dus proberen om hier denk ik naar binnen te komen. Alleen lukt mij dat niet helemaal. Wat is hier überhaupt binnen? Oh, er is een toilet hier binnen. Ah, we kunnen hier naartoe. Nice. Oké. Het is officieel begonnen. Hier is de allereerste kristal. En je hoeft er eigenlijk alleen maar op te zitten om de kristal mee te slopen. Alleen het meisje met de rode jurk kan er ieder moment aankomen. Jongens. Het meisje met de rode jurk. Ik zie haar. Jongens, ga van die kristal af. Oh, nee. Oké, de kristal is bijna op 1000. Wanneer de kristal op 1000 is, en dat gebeurt dus wanneer de spelers erop gaan zitten, dan is de kristal kapot. En dat moeten we dus met 5 kristallen in totaal doen. Dus deze is nu kapot. Dat betekent dat we er nog 5 hebben te gaan. Alleen het meisje met de rode jurk, die staat daar. En het is best wel grappig om te vertellen, op een gegeven moment kunnen wij zelf het meisje met de rode jurk worden. Oh, ze is daar, jongens. En ze weet niet dat ik achter haar loop. Oh. Oeh! Oké, hier is de volgende kristal. Snel jongens, ga erop zitten. Goed zo. En er is nog ruimte voor mij. Oh jongens, ik denk dat het meisje met de rode jurk ieder moment kan komen om dit te verpesten wat wij nu doen. Want wij maken namelijk haar kristal kapot. En dat zorgt ervoor dat zij het zometeen niet meer gaat overleven in dit spel. 5, 4, 3, 2, 1. Hij is kapot. Nice, nog 3 kristallen te gaan jongens. Come on, we got this. We got this! Alleen het meisje met de rode jurk, die loopt natuurlijk wel ergens rond. Ik denk... Game over. Yes! We hebben gewonnen, jongens! Het meisje met de rode jurk heeft het opgegeven. En de kans is dus aanwezig dat ik nu zelf het... Meisje met de rode jurk... De jongen. Dat ik nu zelf de jongen met de rode jurk word. Ik ben heel erg benieuwd. Wij mogen kiezen. Welke map willen we hebben? Het spookhuis. Sowieso het spookhuis. Oh nee! Roblox HQ! Wij gaan proberen te ontsnappen aan het meisje in de rode jurk in het hoofdkantoor van Roblox. Hoe episch is dat? Oké, jongens, wat ben ik? Ben ik een victim of ben ik het meisje in de rode jurk? Ik sta hier wel in mijn eentje. Wacht eens even. Dat zou nog best wel eens kunnen betekenen. Of zijn we al begonnen? Zijn we al begonnen? Nee, we zijn nog niet begonnen, denk ik. Ik weet het niet zeker. Kan ik hierop zitten? Want dan zijn we begonnen. Ja, we zijn begonnen. Oké, ik zit hier nu in mijn eentje op. Ja, meisje is daar. Oké, ik moet... Hopelijk komt iemand mij helpen. Kom erbij zitten, alsjeblieft. Kom erbij zitten. Ja, ja, goed zo. Oké. Oké, en dan komt er nog iemand aan. Als die er nou ook even bij komt zitten, dan is deze kristal binnen no time kapot. Want ja, kijk, zeg maar, de kristallen zijn de manieren voor het meisje in de rode jurk om in leven te blijven. Wanneer op een gegeven moment alle kristallen kapot zijn, dan gaat zij automatisch ook kapot. We zitten nu overigens nog niet in het hoofdkantoor van Roblox, want die zit namelijk daarachter. Misschien kun je het vanaf hier al een beetje zien. Maar goed, als het meisje in de rode jurk beter haar best doet dan de andere spelers, oftewel het meisje in de rode jurk is de bad guy, dan kan zij winnen. Want zij kan iedereen inmaken omdat ze een wapen heeft. Maar goed, 5, 4, 3... 2, 1, bam. De allereerste kristal is kapot. Dat betekent dat we nu snel door moeten gaan naar kristal nummer 2. En die zit denk ik wel in het hoofdkantoor. Uh-oh, er is 1 speler weg jongens. 1 speler is ingemaakt. Oké, hoe komen we hier binnen? Hier is de ingang jongens, loop met me mee, snel. Het meisje is daar, het meisje is daar, het meisje in de... Oh, ze is bij in het water, ze is bij het water jongens. Oeh, dit is spannend. Ik denk dat we hier naar boven moeten, to be honest. Moeten we hier naar boven of moeten we juist naar beneden? Iedereen volg mij. Ik denk dat we hier naar boven moeten, maar ik weet het niet zeker. Ja, 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 het is hier aan de overkant. Hoe komen we daar? Ah, via hier, jongens. Kom met mij mee, kom. Werkt dat? Wacht, wacht. Ja, ja, ik heb iemand geholpen. Iemand is op mijn hoofd gaan staan. Oké, als ik nou even op jouw hoofd kan staan. Nee! Oh! Oh! Oh, jongens. Het meisje met de rode jurk zit achter me aan!
nee, kijk uit, jongens! Uh-oh, 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 uh-oh. Oh nee. Oh nee. Ziet ze me? Ziet ze me? Oh! Ze maakt... Nee! Oh jongens, het meisje met de rode jurk zit echt letterlijk alleen maar achter mij aan op dit moment. Ik moet proberen weg te komen. Dit is zo creepy. We moeten de kristallen kapot maken. Er zijn er al 3 van de 5 kapot gemaakt. Maar er zijn er dus nog een... Daar is de volgende. Snel, ik kom erbij zitten. Oké, ze is er. Kijk uit jongens. Yes! Yes! Ze viel naar beneden. Oké, we zitten nu met 3 mensen op 1 van haar laatste kristallen. Dit is haar laatste kristal. We gaan winnen! Yes! Kom op. Jongens, hou het nog eventjes vol. 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Wij hebben gewonnen van het meisje met de rode jurk. Ik vind sowieso het verhaal best wel fascinerend. Ik bedoel, het is daadwerkelijk een Roblox creepypasta, zou je misschien wel kunnen zeggen. Van dus een meisje wat eigenlijk altijd heel erg lief was. Hè? Ze deed haar best op school. Ze was aardig voor haar vriendinnen. Was heel erg sociaal. Okay, wat gaan we kiezen? De verlaten school. Sowieso de verlaten school. En op een dag kreeg ze van een oude kennis die ze al heel lang niet meer had gesproken, kreeg ze een rode jurk cadeau. Een rode jurk die ze heel erg mooi vond. En sinds zij die rode jurk draagt, begon ze zich anders te gedragen. Dus dat is een beetje het verhaal. Oké, jongens. We zitten alvast bij een van de kristallen. De bedoeling is dus dat we daar zo meteen bij gaan zitten. En dat we proberen die kapot te maken. We hebben al 2 keer gewonnen, jongens. Het is echt bizar. Alleen... Oh-oh. Oh-oh, jongens. Daar is ze. Ze loopt daar. Aan de overkant. Zeg maar, het ding is... Je zou misschien bij jezelf kunnen denken van... Je kunt toch de hele tijd wegrennen? Dat kan ook wel. Maar het meisje in de rode jurk is niet alleen kwaadaardig geworden door de rode jurk. Maar ze heeft er ook een soort van superkracht op nagelaten. En een van die superkrachten is dat ze ongelooflijk snel kan rennen. Nou, in ieder geval, ik zit nu op 1 van haar kristallen. En zeg maar, de kristallen, hoe dat zeg maar in het verhaal terecht is gekomen... Toen dit meisje nog normaal was... Dus voordat zij de rode jurk kreeg, was haar lievelingskleur sowieso al rood. Maar ze hield zich voornamelijk bezig met het sparen van kristallen en andere soort edelstenen. En ze had er altijd 5 waar ze heel veel van hield. En dat is zeg maar waar het verhaal vandaan komt van de 5 kristallen die je kapot moet maken om haar kwade geest mee uit te schakelen, laat ik maar zeggen. Dus het is een spannend verhaal met toch wel een degelijke tens en een degelijke spanning. Oké, laten we hier naartoe, jongen. Kom, hier zal iemand die op de kristal zit. Goed zo. Oh, jongens. Het is wel heel goed om te zien dat iedereen in deze soort van mini-community zo goed samenwerkt. Wij zitten nu namelijk met z'n 4 op een kristal. En op het moment dat je er met z'n 4, oftewel met z'n allen, op gaat zitten... dan is de kristal echt binnen no time kapot. Kijk maar, 3, 2, 1 en bam, op naar de volgende. Oké, jongens, het meisje in de rode jurk, die loopt hier wel er... Ze staat achter de kristal. Oh nee, jongens, ik ga er gewoon op zitten. Het maakt me niet uit. Ik moet de wereld redden van dit meisje. Oh, ik sta gewoon letterlijk naast haar op dit moment. Oeh, dit is zo creepy. Oké, ze ziet mij op dit moment nog niet, jongens. Ze staat stil. Zeg maar, soms lijkt ze namelijk even weer terug te komen in haar normale zelf. Dus dan lijkt ze weer goed te worden. Maar uiteindelijk gebeurt dat dan toch net niet helemaal. Oké, jongens, nog 1 kristal te gaan. Waar is de laatste kristal? Waar? We hebben gewonnen. We did it again! Nice! Oké, we kunnen trouwens ook speciale dingen kopen. We kunnen een invincibility boost kopen, wat ervoor zorgt dat wij bijna onsterfelijk zijn tegenover dit meisje in de rode jurk. En we kunnen een speed boost kopen. Maar goed, beide heb ik niet echt per se nodig. Oh jongens, oké, daar gaan we. Welke map kunnen we kiezen? Waar zijn de keuzes? Die zijn hierachter. We kunnen gaan voor het spookhuis, het kantoor of het laboratorium. Ik wil eigenlijk wel graag het laboratorium zien. Iedereen heeft wat anders gekozen, jongens. Oh, ik kan de kleur van mijn fakkel veranderen. Oh, daar moet ik voor betalen. Laat maar zitten dan. Oh, jongens. Yes! Dit is het laboratorium. Oh, ik ben het... Ik ben het meisje in de rode jurk! Oh, jongens. Oh, jongens, jongens, jongens. Jongens, dit is episch. Dit is zo cool. Dit is zo cool. Waarom sta ik niet? Waarom sta ik niet? Alsjeblieft. Come on now. Come on now. Oh, waarschijnlijk heb ik dus nu zo'n soort van... vibe waarin ik bijna weer goed word. Wat gebeurt er, jongens? Ik zit de hele tijd vast in de vloer. Ah, come on! Nou, aan de ene kant, het meisje in de rode jurk kan vandaag haar winst niet zegevieren. Oké, daar zijn we. Daar zijn we. Oké. Oké, we moeten spelers zoeken, jongens. Spelers die proberen onze kristallen kapot te maken. Zijn ze hier beneden? Ik denk dat ze... Ik denk dat ik ze zie. Zijn ze hier?
Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze. Oké. Ik pak mijn mes er alvast bij. Oh jongens, ik vind het bijna flauw. Het spijt me, maar ik moet dit doen. Oh nee, ik ben ondersteboven gegooid, jongens. Ze kunnen wegrennen. Ik heb wel één iemand geraakt. Oh, ze rennen alle drie voor mij weg, jongens. Dit is zo episch. Come on nou. Ze hebben deze kristal in ieder geval. Ah, wat gebeurt er, jongens? Dit is zo glitchy. Oké, daar gaan we. Wahaha, het meisje in de rode jurk komt eraan om de wereld over te nemen. Oké, jongens, wie gaan we pakken? Oké, ze zijn bezig met die kristallen daar. Oké, het spijt me, maar ik moet het doen. Let's go. Yes, ik heb iemand ingemaakt. Oké, volgende. Waar is de volgende? Deze kristal hebben ze bijna meegenomen, maar nog niet helemaal. Ik ga dit winnen, denk ik, jongens. Ik ga dit legit winnen. Ze hebben nog geen één kristal van mij weten te pakken. Nog geen één. Alleen, ze zitten nu helemaal aan de andere kant. Waarschijnlijk hebben ze mijn kristal... Ze zitten in mijn huis. Hoe durven ze dit te doen? Hoe kom ik hier weg? Ik zie bijna niks. Oh, jongens toch. Ze gaan mijn kristallen allemaal kapot maken als ik niet snel genoeg ben. Waar zijn ze? Zijn ze hier beneden? Ze zijn hier beneden, hè? Of niet? Ik weet niet waar ze zitten, jongens. Oh, daar zijn ze. En ze hebben één kristal van mij gesloopt. En ze gaat nu naar die tweede toe. Maar dat gaat jou niet lukken. Oh! Waar ben je? Daar ben je. Tja. Ah, nee! Ik ben weer gevallen, jongens. Ik had er wel bijna. Ze gaat er snel weer op zitten. Oh, jongens. Kom op. Kom op, sta op, Job. Je bent het meisje in de rode jurk. Je moet laten zien wie de baas is. Kom op, snel. Ik moet alle spelers inmaken, dan heb ik gewonnen. Oké, het gaat goed. Het lukt. Yes, ik heb iemand ingemaakt. En nu jou nog. Yes, ik heb hem ook ingemaakt. Misschien ga ik dit wel winnen, jongens. Er zijn nog maar twee spelers over. Ze gaan met z'n tweeën proberen de kristal kapot te maken. Ze zijn hier net naar binnen gegaan. Denk ik. Ik zie nu zoveel. Ik zie bijna niks zelfs. Zijn ze hier? Waar zijn ze? Ze zijn hier naar boven gegaan. Ik zie ze. Hoe kom ik daar? Jongens. Oké, rustig. Dit kan. Ze moeten nog 4 kristallen kapot maken en daar hebben ze nog maar een aantal minuten voor. Oh, dit is zo spannend. Ik weet waar ze zijn. Ik weet waar de laatste... Ze zitten met de laatste kristallen zitten ze nu. Ze maken nu de laatste kristallen kapot, maar met z'n tweeën gaat het een stuk langzamer dan met z'n allen. Dat is logisch, dus dat betekent dat ik ze nu kan pakken waarschijnlijk. Kijk. Daar zijn ze. Come on. Yes! Oeh! Laatste speler, jongens. Come on. Hey, waarom kan ik haar niet inmaken? Omdat zij mij is. Dit ben ik van vroeger waarschijnlijk. Nee, ik kan haar wel inmaken. Jawel. Kom op. Ik heb er bijna. Yes! Woehoe! Het meisje in de rode jurk heeft dankzij mij gewonnen. Het was je boy, de Tuber. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Beloon hem dan natuurlijk even met een blauw duimpje omhoog. En ik zeg tot de volgende keer. Adios.